Het kruispunt van de Gelderopse weg met de Hugo van der Goeslaan in Eindhoven is de gevaarlijkste kruising van Brabant. Afgelopen 3 jaar raakten 11 mensen op dit kruispunt gewond en wekelijks gebeurden ongelukken of bijna ongelukken. Dat dit een gevaarlijk kruispunt is, weten de fietsers en voetgangers er maar al te goed. Dus mee en dan is het erg gevaarlijk. De meeste auto's rijden hier rechtsaf door het rood. Dus het is elke dag uitkijken. Sommige kinderen rijden ook door rood, terwijl je ziet niet goed waar de auto's vandaan komen en zo. Ja, soms gebeuren hier ook ongelukken. En soms let de automobilist ook niet zo goed op. Het is best gevaarlijk. En aangezien dat het met hoge snelheid hier heel veel doorheen wordt gereden, ja, dat is dan best gevaarlijk, ook voor de scholieren. Voor de fietsers en al het andere verkeer is er goed nieuws. Het kruispunt wordt nog dit jaar verbouwd. Zoals de planning nu uitziet, we zijn met de voorbereiding gestart. En de bedoeling is dat voor het eind van dit jaar de situatie verbeterd is en ook de uitvoering gedaan is. Om de verkeerssituatie duidelijker en veiliger te maken, is de gemeente van plan om het kruispunt na de bouwvak grondig onder handen te nemen. Verkeer wat op de Gelderopse weg zit van beide kanten. Daar heeft nu rechtdoorgaand verkeer en linksafslaand verkeer tegelijkertijd groen, waardoor er een onduidelijke situatie ontstaat. Dat soort situaties gebeuren ook de meeste ongelukken. Dus dat gaan we dus veranderen door dat dus omste beurt te doen. En daarvoor hebben we een paar extra linksafstroken gaan we aanleggen. Dat geldt ook voor de ring zelf, voor de linksaf naar Gelderop toe. Daar komt ook een extra vak bij, zodat we dus uiteindelijk die stromen niet tegelijkertijd laten rijden, maar door de capaciteit te vergroten, we met kortere tijden evenveel verkeer kunnen afhandelen. Want ja, de doorstroming moeten we natuurlijk ook proberen in de gaten te houden. Het verkeer moet nog even heel goed opletten op de kruising, maar over een half jaar is dit bord hopelijk verleden tijd.